De ChristenUnie organiseerde 5 februari een debatavond rond alcoholmatiging. Dit debat vond plaats op het RSG Lingen College. Het drankgebruik en de gevolgen daarvan die zijn in Nederland erg hoog vergeleken met de rest van Europa. Tot 23 jaar leiden de hersenen van de jongeren echt schade. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt eerst bij de ouders, maar we willen die ouders ook ondersteunen door gezamenlijk mee te geven dat mensen verantwoordelijkheid hebben. Dus en de horeca, en de sport, en de gemeente. We hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid om die ouders daarbij te ondersteunen. Jongeren en alcohol is een thema dat actueel is vanwege de gewijzigde wetgeving. Aan tafels werd druk gediscussieerd over prikkelende stellingen rond 5 thema's, namelijk beleid, handhaving, sport, overheid en thuisfront. De hoofdconclusie van deze avond was dat ouders de grootste invloed op het alcoholgedrag van jongeren hebben.